Een hele goede middag. Jordi heeft inmiddels een slaapje gehad. En we zijn nu een soepje aan het eten. Wortelsoep om precies te zijn. Vindt hij lekker. Vanochtend heb ik van alles al gedaan. Was en dat soort dingen allemaal. En ik heb ook een middagdutje gedaan. Want ik was heel erg moe. En het was maar een half uurtje hoor, maar ik heb het gewoon wel nodig, merk ik. En gelukkig slaapt Jordi ook nog een paar uurtjes, dus ja, ben ik blij dat ik dat nog kan doen. Hop, goed zo. Ik moet zo dadelijk ook nog eventjes de vlog uploaden. Dan ga ik zo dadelijk ook nog eventjes doen, want die heb ik ook nog afgeëdit. Ik heb Jordi in zoverre al klaargemaakt voor zijn bedje. Dan gaan we nog even lekker spelen. Tandjes zijn al gepoetst. En dan gaan we gewoon nog even lekker spelen samen. Opdoen. Goed zo. Deze. Goed gedaan. En dan nu deze. Kijk eens. Nee, 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 nee. Deze erop. Deze moet er nog op. Nee. Jordi, je moet zitten. Deze erop. Goed zo! En nou deze. De laatste. Wow, goed gedaan! En nou duwen. Nou mag je duwen. Maar duwen. 1, 2. 1, 2. Hoi! Hij zit hier gewoon te lachen hoor, voor de mensen die het niet zien. Wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? Kitterdood. Kitterdood. Kijk, kitterdood. Wij gaan nog even verder spelen. En kroelen. Enzovoorts. Als hij dadelijk wil kroelen in ieder geval. En dan... is het daar tijd om lekker flesje te doen. En nog even luiertje schonen. Hè? Je had straks heel goede poeplui weer, hè? Ja. En dan is het weer tijd om daar hem lekker een bedje te doen. Een hele goede morgen. Kijk eens wie er ook wakker is. Hallo. Hallo. Hi. Zeg maar, wij gaan heel eventjes luiertje doen, een flesje. Nou, wij zitten weer heerlijk aan het flesje. Hij gaat zo weer naar zijn bedje toe. Het is een beetje raar misschien, maar we hebben vanochtend gespeeld en geoefend en alles erop en eraan gedaan. En we hebben een beetje een pyjama dagje vandaag. Ook een keer lekker. We moeten vandaag niks, we mogen vandaag alles. Dus ook wel een keer fijn weer. En ja, hij gaat zo lekker slapen doen. Hij is ook moe. En ja, dan gaat mama even de was doen. En misschien dat ik ook nog wel even mijn oogjes dicht doe.
wilde eigenlijk een pyjama-dagje houden, maar dat is niet helemaal gelukt. Ik ben toch nog even naar de winkel gemoeten, omdat ik erachter kwam dat de voeding van Jordi bijna op was. En ja, dat is wel nodig om die in huis te hebben. Nou is Jordi de hele tijd aan het spelen geweest. En ga ik zo zijn eten warm maken. Niels die komt pas straks laat thuis. Want die moest nog dingen... ze hadden een afspraak staan op het werk. En wat ze allemaal moesten doen en zo. Dus ja, dat wordt allemaal laat. En ik weet niet of ik het allemaal ga halen. Maar goed, hè. Dus ja... Ik ga zo zijn eten warm maken. En dan ga ik hem eten geven. En dan kijk je even wanneer ik eet. Ik denk dat ik pas eet wanneer hij op bed ligt. Want dan kan ik rustiger eten. Wil je nog iets zeggen tegen de mensen? Hallo. 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 Jullie horen het, het was Boe. Ik ga ze eten warm maken. Jordi heeft gegeten. En alles erop en eraan gehad. Ik heb alvast een pyjamaatje aangedaan. Tandjes al gepoetst. En nu is het even wachten. Qua tijd een beetje, want ik kan hem nu nog niet naar bed doen. Want dan slaapt hij. Niels is inmiddels alweer thuis. We zijn lekker gedoucht en wel. En wij gaan de vlog ook afsluiten. Dus bij deze. En dan gaan we over op bankzaken en beleggingen. Heel even maar en dan gaan we naar bed. Mm-hmm. Dus wel rusten allemaal. Op naar een nieuwe ups en down, toch? Ja, tot de volgende. En een fijne avond. Fijne avond, wel rusten. Een hele goede morgen. Gisteren was ik jarig. Ik heb toen ook niks gevlogd. Ik had een afspraak bij de gynaecoloog voor controle. Alles was weer goed. En Jordi was vanochtend heel vroeg wakker. En hij is nu weer helemaal moe. Ja. Dus ik denk dat er dadelijk hier iemand even slaapt. Daar lijkt het in ieder geval wel op. Lekker mijn buik aan het knuffelen. Je bent moe, hè? Dus ik ga lekker met mijn kleine koala-beertje even nog knuffelen. En dan kijk ik heel eventjes of die gaat slapen of niet. Ik ben ondertussen ook aan het wachten totdat het een beetje droog gaat worden. Maar ik denk dat die kans vrij klein is. Maar we hebben een regenpakje voor Jordi, dus die kan die altijd aan. En ja, ik denk dat hij daar ook wel heel even gaat slapen. Zo te merken aan hem. Maar goed, ik ga even met mijn koala een beetje verder knuffelen. En proberen mijn boterham op te eten. Want dat lukt momenteel even niet. Ik ben niet moe, man. Lijkt me zo. Hij was ook heel vroeg wakker. En vannacht heeft hij ook een beetje liggen spoken nog. Dus, yep. Dus dat. Nou, Jordi heeft even geslapen.
Ja, je hebt je lekker geslapen. Nou heeft mama fruitje gemaakt. Jordi. Fruitje. Hallo. Mama heeft fruitje voor jou. Wat? Ik weet wel wat jij wil, maar dat gaan we nog niet doen. Met een hapje. Goed zo! Goed gedaan! Lekker hè? Persikje met mangootje en aardbeidjes. Dat is lekker. Als je het niet uitspuugt, hè? Hij vindt het over het algemeen altijd wel lekker. Maar hij wil heel graag Boomba kijken. Jij mag zo Boomba kijken, schatje. Mama zet zo Boomba voor jou aan. En hij houdt het ook gewoon expres in zijn mond, zodat hij zijn zin heeft. Heb je nou doorgeslikt? Nog één hapje. Goed zo! Dan gaan we nou Boomba aanzetten. Ja! Inmiddels zijn we naar de winkel geweest en hebben we van alles gedaan. Jordi is nu hier aan het rondkruipen. Ik zal eens even laten zien, proberen te laten zien wat hij aan het doen is. Hallo? Ben je aan het doen dan? Ben je aan het doen? Ja? Ja, je probeerde net de tafel vast te pakken, maar dat mag je nog wel een keer doen hoor. Hij had net de tafel vast. Hij wilde omhoog, toen durfde hij niet meer verder. Ik denk, even dikken me. Ja, ben doen. Ben doen. Ja? Hi. Zie je dat kan? Zie je dat? Ja. Goed van jou. Nee, kom maar. Nee. Kom. Goed zo. Goed van jou. Ja, ik zei het toch dat jij dat kan. Wat doe je nou? Super goed, Jordi. Ja. Kom maar. Zo, opzij stappen. En dan deze. En dan deze weer. En hier pakken. Hier pakken. Oh. Nee, uitkijken. En die zo. Wacht, mama heeft jou vast. Mama heeft jou vast. Gebeurt niks. Goed zo. Goed zo. Je hebt zelf gestapt dat stuk. Ja, je hebt dat zelf gestapt. Goed zo. Oh, wat goed van jou. Inmiddels is Niels thuis gekomen, heeft Jordi een bad gedaan en eten gegeven. En
Jordi heeft tussendoor nog even geslapen. En is nu weer wakker. En Jordi is ruzie aan het maken met zijn broertje. Geen doen. Hubble. Ben je aan het praten tegen je broertje? Je hebt al een paar stompen teruggegeven en gehad, hè? Ja. Kun je nou met je vinger in je neus zitten? Ja? Kleine wilde bras. Wat een zucht. Zijn bril heeft hij nu ook even niet op, want hij is zo erg aan het wiebelen en aan het doen. Niet te veel gaan doen, jongen, want dan denk ik dat hij er spontaan uitvliegt. Ja. Hé, jongen. Boom. Dan moet je echt niet te veel doen. Dan ben je iets te lomp voor, jongen. En iets te zwaar voor. Ja. Ben je aan het doen? Mee zo liggen. Je moet echt leren om met mijn mama's buik wel rustiger te doen, hoor. Anders vloekt de kind daar zo uit. Kijk hem staan. Wat ben je toch allemaal aan het doen? Nou, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar... Hij heeft er in ieder geval lol in. Ben doen. Ben een heuvel aan beklimmen. Oh. Ja, die heuvel wordt steeds groter, hè? Oh, Jordi. Echt, ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar dat broertje van jou, dat is niet blij nou met jou. Hij is nu ook aan het stampen, dus. Lieve jongetje. Ligt het niet goed of zo? Heeft mama een te dikke buik voor het? Ligt het niet naar jouw zin? Ja, dat dacht ik wel. Jij wordt nou ook gestampt, hè? Ja, tuurlijk. Hij is langzamerhand zijn benen erop aan het zetten. Mama gaat je daar in de box zetten, hè? En dan gaat ze jou daar laten spelen. Want dit hou ik niet heel lang meer vol. Echt wel. Hallo? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik heb mama kusje. Mama kusje. Oh, is dit wat jij wil? Wil je mama gewoon heel goed knuffelen? Maar dat mag ook. Soms kom je er pas na een uur achter wat hij nou precies wil. Maar hij heeft al 3 keer zo gelegen, dus het gaat niet heel lang duren. Bedoel. Nou, ik ga hem heel eventjes in de box leggen, want dit gaat hem niet worden.
nageltjes geknipt, tandjes gepoetst. En nu lekker flesje. En dan gaat hij zo dadelijk lekker naar bed. Hij ligt later in bed als normaal. Maar dat komt omdat hij straks nog tussendoor even een tukje gedaan heeft. Dus ja, we gaan even afwachten hoe dat het loopt. En dan gaan we nu... slapen. Maar ook de vlog echt afsluiten. Oké. Want ik heb die van maandag en dinsdag heb ik... professorisch, ja. Nee, die heb ik bij morgen gezet, zeg maar. Mm-hmm. Omdat ik woensdag niet geüpload heb. En niet gefilmd. Want jij was jarig. Ik was jarig. Nou mag je niet meer aan je oren trekken. Nee. Volgende week mag je Jordi aan zijn oren trekken. Dan is Jordi... Jordi is lief. Nou. Mama ook hoor. Nou. Maar in ieder geval, wij gaan de vlog nu afsluiten. Het is een beetje weer een andere... samenstelling. Ja, een andere ups en downs zoals jullie van ons gewend zijn. Maar ja, ik had gisteren zoiets van even vandaag niet. Dus ja, bij deze wel trusten. Wel trusten. En deze keer echt tot de volgende. Tot de volgende.